Welkom bij Zeist Actueel. Deze week was in Zeist het Nationaal Liedfestival. Bij de optredens waren meerdere scholen betrokken. In totaal waren 175 kinderen van de partij die aan het zingen waren. Bram van Oers heeft een verhaal geschreven met bijpassende muziek. Dit verhaal werd door Bram verteld onder begeleiding van de kinderen. Onze reporters waren ter plaatse. En hoe is het om zo met kinderen te werken? Nou, ik werk al heel lang met heel veel verschillende groepen kinderen. En dat is eigenlijk het allerleukste om te doen. Omdat ze zijn zo eerlijk en zo puur. En ze zijn super enthousiast. En als ze niet enthousiast zijn, dan merk je dat ook meteen. Maar het is heel bijzonder om met zo'n grote groep kinderen samen te zingen. Nou, ik heb zelf niet heel veel met deze kinderen hoeven werken, want ik heb ze niet begeleid bij het zingen. Dat hebben mijn collega's gedaan. Kijk, vandaag is het hartstikke gezellig. En ik ben docent, dus ik sta voor de klas, dus ik vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken. Maar deze heb ik dus alleen maar vandaag gezien. En vond het ook dat ze het goed deden vandaag? Super gek, super goed. Ze zingen allemaal, ze luisteren goed en ze kunnen allemaal zingen. En ze gaan op tijd staan en ze hebben muzikaal gehoor. En ik was echt onder de indruk. We hadden hier 175 leerlingen van 3 verschillende basisscholen. 2 uit Zeist en een school uit Bilthoven. En ik was blij dat we dit hebben kunnen doen. En dat er zoveel plezier was. En zoveel belangstelling ook van ouders en van ander publiek hier uit Zeist. En natuurlijk ook uit Bilthoven, omdat daar natuurlijk de kinderen ook vandaan kwamen. Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het een groot succes. En gaat dit volgend jaar weer doen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, als het financieel rondkomt, ik ben van de partij. Want dit is nu de derde keer. En ja, ze zijn alle 3 te gek geweest. Dus wat mij betreft doen we er nog 1. We hebben dit project al een paar keer gedaan. En het is een heel fijn concept. De organisatie is goed. De liederen die we hebben uitgekozen, daar hebben we natuurlijk goed over nagedacht dat het op elkaar aansluit. Dan is er natuurlijk een verteller die een geweldig verhaal eromheen bouwt. Dus het is echt een voorstelling. Dus het is een totaalplaatje. En het is leuk om de kinderen daar dan onderdeel van te maken. Omdat ze dan eindelijk weten waar hun liedjes eigenlijk in passen. En nou ja, dan merk je dat iedereen helemaal enthousiast ervan wordt. En wat maakt het dan zo leuk zo'n dag als dit? Nou, dat alle groepen apart hebben geoefend op hun school en dat ze nu samenkomen. En dat voor alle scholen heel bijzonder is om dan met een hele grote groep hetzelfde te doen. En wat maakt het zo fantastisch? Nou, dat je het doel is natuurlijk dat kinderen gaan zingen. En dat ze dan merken dat dat leuk is. En dat je er zo'n voorstelling van maakt met een verhaal erbij waar alles, ook die andere scholen bij elkaar komen en de ouders komen kijken. En dan wordt het 1 geheel. Dan is het ineens iets meer dan alleen maar een liedje zingen. En dat zie je bij die kinderen dan enorm opbloeien. Nou, en dat is het doel, dat ze plezier hebben in het zingen. En hier wordt dat een beetje versterkt met een voorstelling. Op dinsdag 21 juni was er weer een raadsvergadering. Daarmee keek de gemeenteraad terug op vorig jaar en hebben ze het gehad over de financiële zaken van dit jaar. Daarbij was de raad positief verrast omdat de gemeente Zeist meer geld heeft gekregen uit het fonds van het Rijk. Daardoor hoeft Zeist dus iets minder te bezuinigen. Dit betekent dat er mogelijk budget is voor extra BOA's in Zeist. Dit betekent niet dat de geldproblemen voorbij zijn. Wel heeft de raad nu meer tijd om een juiste beslissing te maken waarop bezuinigd gaat worden. Daarbij gaat de raad kijken naar de 60 voorstellen die de inwonersadviescommissie aan de raad heeft voorgesteld. Daardoor worden de bezuinigingen die nog komen goed afgestemd met de inwoners van Zeist. We zijn deze week weer langs geweest bij Ben Werner voor het sportnieuws. We beginnen vandaag iets in mineur. De zwemvereniging Arma, die bestaat 95 jaar, waren hard op weg naar de 100, maar ze gaan ermee stoppen. Ze kunnen geen onderwijzers meer vinden voor hun zwemactiviteiten en dat is eigenlijk gekomen door de corona. September 1927 zijn ze gestart als gymnastiekvereniging. Toen heette ze nog de Nederlandse Arbeiders Sportbond afdeling Zeist. Na de oorlog hebben ze dat, omdat het te veel op de NSDAP leek, veranderd naar Arbeiders Massasport, oftewel ARMA. Ze deden toen aan voetbal, aan korfbal, volleybal, handbal en in de 60's ook nog aan majoretten en een Amerikaanse show- en drumband. Nou, dat bestond al een tijdje niet meer, hoewel de majorettes heb ik nog meegemaakt in mijn avondvierdaagse, maar daarover later meer. Ze stoppen, dus jammer, ze halen de 100 dus niet. SDOB, dat was de tegenstander in Wilnis van de SVO Dijk.
De SDOB uit Broek in Waterland won met 8-1 de nacompetitiewedstrijd en gaan dus volgend jaar in de derde klasse ballen. Odijk niet. Jonathan dat won wel. Ze moesten voetballen in De Bilt tegen Desto uit Utrecht en wonnen met 2-1. Dinsdagavond mocht Desto het nog een keer proberen, toen tegen de Stormvogels. Die komen uit IJmuiden. Nou, dat zullen ze ergens halverwege gedaan hebben, dat voetballen. En de Utrechtse ploeg won uiteindelijk met 2-1. Dus die is volgend jaar ook tweede klasse. Zondag 26 juni om 11:30 is er een open training van de Oranje Leeuwinnen. Daar kunt u naartoe. Dan krijgt u ook nog een consumptie. Dat kost u wel wat geld, want u moet uw auto ergens parkeren. Hoe dat is op de fiets, weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk even op onsoranje.nl voor reserveringen voor die open training. Want ik neem aan dat de plekken beperkt zijn. Het is allemaal in de oefencampagne voor de wedstrijden tegen het Verenigd Koninkrijk, Belarus en Finland. Reserveren dus via onsoranje.nl. Voor mij is dit de laatste voor de zomervakantie. Ik ga, want je ziet het, ik heb mijn shirt weer aan van de avondvierdaagse. Een aantal van die 800 medailles eentjes die niet gekregen zijn door de kinderen op het moment dat de avondvierdaagse was, nu nabezorgen. Ik ga daar nu voor naar de Comeniusschool aan de andere kant hier van de slotvijver. Prettige vakantie. Na de zomerstop zijn we uiteraard weer terug met het sportnieuws. Maar nu verder met de renovatie bij Slot Zeist. Daar wordt hard gewerkt aan de renovatie van de hekken voor het slot. Het hele hek wordt opnieuw geschilderd. Ook wordt het schild in het midden teruggebracht naar zijn originele staat. De hekken aan het begin bij het Zuster- en Broederplein worden ook meegenomen met deze renovatie. In Zeist zijn er veel teken gesignaleerd. Deze zijn vooral te vinden in de achtertuinen van bewoners. Daarom doen huisartsen een oproep om goed op te letten. Draag tijdens het werk in de tuin lange kleding, zodat de huid niet wordt blootgesteld aan de teken. Bent u buiten op plekken geweest waar veel groen is? Check dan altijd even op het tekenbeet. Heeft u toch een tekenbeet? Noteer dan gelijk de datum dat u deze heeft opgelopen. Zet een rondje om de plek waar u bent gebeten en raadpleeg uw huisarts. Ook deze week zijn we weer de straat opgegaan om aan de mensen in Zeist te vragen: wat gaat u doen deze zomer? Gaan jullie nog wat leuks doen deze zomer? Wij willen naar Terschelling gaan om het zomer te vieren. Ik heb al 14 dagen vakantie gehad. Waar bent u heen geweest? Frankrijk, in de buurt van Cahors. En de toptemperatuur was 41 graden. Ik ga naar Schotland en naar Ibiza. Ik naar Italië. En wat gaan jullie daar doen? Dingen bekijken en op het strand liggen, denk ik. Ja, dat wel, ja. En gaat u ook nog op vakantie? Nee, ik ga niet op vakantie. En waarom gaat u niet op vakantie? Nou, ik heb er niet zoveel zin in. Ik heb vrije tijd genoeg, dus ik vermaak me eigenlijk wel. En mijn auto met al die drukte om je heen, dus ik zoek zo de drukte niet op. Ik hou meer van mijn rust. Gaat u nog wat leuks doen deze zomer? Iets leuks doen? Ja, ik ga op de markt staan. Maar u gaat niet op vakantie of zo? Ik ben wel 2 weken vrij, alleen ik denk wel dat ik gewoon thuis blijf dit jaar. En waarom blijft hij thuis dit jaar? Nou, dat heeft te maken met het feit dat mijn vriendin onder het mes moet. Dus ja, dan blijven we gewoon dicht bij huis om te zorgen dat ze zo spoedig mogelijk kan herstellen. Ik ben gebonden aan het ziekenhuis om de nacht, dus ik kan bijna niet reizen. Ik ga niks leuks doen. Maar ik woon in Zeist en ik woon op de markt, dus ik zit leuk. En gaan jullie voor de rest nog het leukste doen? Gewoon overdag of zo? Ik denk dat wij vandaag heel wat leien zal zijn. Ik twijfel dat wij enig iets interessants gaan doen. Komen er dan wel eens gezellig mensen langs? Ja, onze kinderen wonen hier en we krijgen volgende week een babytje van de dochter. Dus dat zijn wel leuke dingen. Daar gaan we ook wel eventjes naartoe. We zitten in de buurt. Ja, leuk. Mag ik ondertussen een likje doen? Gaat er nog wat leuks doen deze zomer? Ja, op de camping. Met de kleinkinderen. Lekker vakantie houden. Zwemmen, fietsen, wandelen. En waar gaat u naar de camping? Waar? Bospark Beeldhoven. Dus nog lekker in de buurt hier? Dat is hier in de buurt, maar ik woon hier niet. Dus ik zit nu op de camping en ik kom hier gezellig winkelen. Ja, die had je niet verwacht. Ja,
Wat gaat u doen deze zomer? Niks, want ik doe al helemaal niks. Ik ben gepensioneerd. Ik heb geen plannen nog. Dus u gaat nu op vakantie? Dat is niet waarschijnlijk. En heeft u nog wel andere dingen te doen in de vakantie? Ja, goh, ik wandel en ik fiets. Gaat u nog wat doen deze zomer? Nou, ik heb nog geen plannen. Maar ik laat me dan verwennen door een van de kinderen. Gaat u nog wat doen deze zomer? Wil lekker thuis blijven. Jazeker, ik doe altijd iedere zomer iets leuks. Als ik iedere dag buiten ben met dit weer, dan ben je toch hier fantastisch. Hoef ik toch niet 6 uur in de rij te staan om met een vliegtuig mee te gaan. En ik versta al mijn klanten, ik kan drinken, ik kan eten, ik kan naartoe waar ik wil, ik kan zwaaien wie ik wil. Nou, wat moet ik dan wegdoen? Nou, wij wonen een ontzettend groot, dus een heerlijk groot huis. Daar een prachtig balkon, dus wat wil je dan nog meer? Wat wil je dan in de zon zitten? Nou, dat hebben we iedere dag hier. Nee, ik heb geen behoefte aan. We blijven gewoon netjes in Nederland. En het is in Nederland perfect, want iedereen komt hier naartoe en als het niet goed was, kwamen ze niet. En ik zie liever de koeien lopen, als dat ik de vliegtuigen omhoog zie gaan. Dit was Zeist Actueel voor deze keer. Tot volgende week.